Jong mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van FIFA. En ik had dat een beetje laten liggen, maar ja, we pakken het weer op. We zien hier dat we bij Scout zijn en we hebben niet zoveel geld meer. We hebben maar iets van 1,8 miljoen. En we kunnen een Scout kopen van 19k. Dat kunnen we doen. We kunnen een Scout kopen van 19k. Ik denk dat wij Frankrijk doen. Genoeg, denk ik. Laten we hem gewoon even ergens heen sturen. Op een paar maanden. Laten wij Italië doen, denk ik. Spanje kan ook wel. Laten wij hem naar. Brazilië doen en dan gewoon voor 3 maanden. Want we hebben al niet zoveel geld, dus we moeten ook echt even rekening houden met het geld. Ik zal dit even wegdoen, zo. Ja, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Ja, de team zit wel in ieder geval goed. De team zit redelijk goed gewoon. Even kijken bij het kalender. Oké, laten we nou ABO Den Haag even simuleren en dan gaan we die even spelen. Want ik ben er best wel even benieuwd hoe de team speelt. Gewoon als ik het speel. En dan zie ik jullie zo bij ABO Den Haag. Tot zo. Oké, we hebben hier een paar berichtjes van. Aankopen. Ja. Ik ga toch niks wegdoen. Dus dat is allemaal voor hun. Ik zie hier ook. Dat. Ethan Ampandu. Afgewezen heb. Die wou niet op leen bij ons. Dat vind ik heel jammer eigenlijk. Want hij is best nog wel een talentje. Dus we kunnen hem wel goed gebruiken eigenlijk. Maar ja, jammer. Ah shit. Daar even. Ja, zo zit het allemaal wel goed. Zit echt goed. Gewoon een beetje spelers die talent kunnen worden. Er zijn best nog wel wat jonge spelers hier. Ja, ik vind het wel, wel knap dat wij gewoon wel wat spelers erin hebben gewerkt. Die nog wel gewoon talentvol kunnen worden later. Voor mij had ABO Den Haag ook een talentje daar rondlopen. Ik moet toch even gaan kijken. Dat we nog wel wat talentjes kunnen ophalen. Iemand had dat ook nog gereageerd onder iemands post van mij. Ik zal die zo even opzoeken. En dan gaan we even hier in de wedstrijd naartoe gaan. En dan gaan wij even. Dan zoek ik even die reactie op. Want iemand had gepost. Nog iemand. Een talentje. Ik had gevraagd om de eerste aflevering. Om wat talenten, mensen, jongens. Jonge jongens. Even in de dinges te gooien. Dus ik ben er zo weer. Ik zie je bij wedstrijd. En dan gaan we deze proberen te winnen. Ik hoop het. Dus tot zo. En ik zoek even die reactie op. Tot zo, jongens. Oké, we zijn aangekomen bij het wedstrijd tegen ABO Den Haag versus SC Emmen. En opa, kijk. Zo, ik moet even een beetje inwennen. Ik heb al een tijdje niet meer FIFA gespeeld. Want ja, Black Ops 4 is natuurlijk uit. Dan wil ik echt kapot gaan grinden. Oh, jammer. Chong had gewoon een goede schot daar. Alleen, ja, het kwam niet helemaal goed uit. Heel jammer. Maar ik heb hier de reactie staan. Naast mij. Op mijn derde beeldscherm. Ze hebben geen haast de bal gehad. Hij zegt goede video. Probeer nog meer talenten te halen. Dat is van FD Gaming. Shoutout naar hem. Hij kijkt vaker mijn FIFA video's. Omdat hij zelf ook veel FIFA speelt.
En dan, nou, dan gaat het uiteraard wel meer naar de FIFA-video's toe. Thanks voor de reactie. En hij zei ook nog, deze is al van 5 dagen geleden hoor. Dus dan weet je dat het een beetje een oude reactie is. Hij zei, en ga alle die van PSG halen. Ik zal hem zo na de wedstrijd even opzoeken. Want voor mij, ik heb hem wel even opgezocht. Alleen, ik herken hem niet echt. Dat is een heel probleem. Maar voor mij is het best wel een goede speler. Bakker, Kishna. Misschien kunnen we hem nog gelijk halen ook. Dus ja, laten we eerst even de concentratie pakken van deze wedstrijd. Want echt dat het veel gaat worden zo. Hoe ik nu speel eigenlijk. Dus ja. Ja, we hebben hier Kalflan. En koppen. Jezus. Gaat hij schieten? Het gebeurt niet zoveel in de hele wedstrijd. Ja, er gebeurt geen flikker eigenlijk. Het is gewoon zo, het gaat maar heen en weer. En ik had al in de eerste aflevering volgens mij gezegd. We krijgen hier veel moeilijker mee dan een Ajax-team. Want een Ajax-team hebben een beetje van die talenten, goede spelers daar rondlopen. En dat hebben we hier niet echt. Hier is allemaal van die laaggereten spelertjes. Dus. Maar ja, het is wel gewoon even leuk zo van, we kunnen hier wel echt lang mee door. Dat is wel leuk hieraan. Alleen ja, we moeten wel echt even goed spelen nu. Een beetje goed in het seizoen te komen. En gewoon van die goede keuzes maken met de transfers. Want ja, ik wil gewoon wel van die goede talenten spelers die later ook echt gewoon een goed bedragje zijn gekocht. Die ik later alleen maar nog beter kan verkopen. Dus ja, dat is wel alleen maar mooi. Oh mijn god. De Abenaar heeft gewoon doelpunt gemaakt. Ja man. Heel kut dit. Oh mijn god. Heel kut. Dat was ook echt wel een getimede doelpunt of zo, joh. Echt. Hij is hier wel goed, die fan. Oké, we hebben verloren. En ja, ik weet niet, joh. Hoewel tegen alle teams wel even te winnen. Want, ik weet niet hoor. We hadden sowieso gewoon moeten winnen. We hadden echt moeten winnen. Ik zoek even die speler op. Dan zie ik jullie zo en dan sluiten we de video af. En dan gaat het niet zo'n lange video worden. Dus tot zo en dan straks bij het einde. Oké, mensen. Die nieuwe speler die we misschien gaan halen. Ik denk het wel, want hij is best nog wel goed. Die kunnen we nou nog niet halen, want die is net bij het team gekomen. Maar dat wordt volgend seizoen of in januari transfers. Ja, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, een like doen. Ik zie je later. En mijn social media staat in de beschrijving, ook hier in het beeld. Maar ja, je kunt toch gewoon naar de beschrijving gaan. Tot de volgende keer. Ik zie je later. Laat even in reacties achter wie ik moet halen. Welke een beetje talentvolle spelers zijn. En dan kunnen we dat even gaan kijken. Want ik denk dat we dat wel nodig hebben bij deze team hier in SCM'en. Dus ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik u later. Tot gauw. Pauw.